Je vindt mij lekker, hè? Ik vind jou wel lekker, ja. Dagelijks HD. Zeg jongens, wat is hier gaande? Ja. Jongen, privé! Het is een mattie. Hoe bedoel je privé? Dat ik afgemaakt word aan Mila. Score! Wat? Serieus? Nee. Nee, ik dacht al, joh. We hadden net fucking geniale shit met Hart. Was leuk, Hart, Milan. Hart. Hey! Hartstikke gek. Ja, dat klopt. We hadden eerder moeten filmen. Ja, Donnie. Sorry hoor. Ik ga nu wel. Kijk, welkom bij Dagelijks AD, waar wij camera's op beeldschermen zetten. Ja, zo nemen wij ons gameplay op. Ja. Nee, dat is no joke. Wel met statief dan, bijvoorbeeld. Ja, wel met statief. Anders heb je zo'n bibberhandje. Ja, het ja. gaat een beetje moeilijk vloggen en gameplay tegelijkertijd. Dag, Matty. Waarom speel je... Kijk dan! Wat? Jongen, je miste. Dat gaat nooit. Wel, dat gaat wel. Kijk, let op. Kijk, let op. Hoppakee. Nee, man. Het is echt wel een FIFA, man. Kijk. Oh, ik kijk. Verdomme. Je hoeft niet eens meer sound effects te voegen. Wat je hoort op de achtergrond zijn kinderen die zitten te schreeuwen en die dan echt een half uur lang of een uur lang voor je deur gaan staan. Deurtje bellen, schreeuwen, roepen. Super irritant. Ja, daar leef ik mee. Nou, anders doet Evert ten Apel het wel. Een kleine schermutseling om de bal. Van Persie schot. Ja, ik zie het. Dat is van Persie. Nee, ja, ik vind het heel gezellig dat Mattie er is. Ja, ja. Ik vind het heel gezellig dat Pieter er is op visite. Ja. Oh, wacht, je woont hier. Wat is dit? Ja, ik ben hier ook op visite. Ik mag ook weer niet langskomen. Ga terug naar je boot, Pieter. Ja, jij hebt een zeilboot, toch, Pieter? Ik heb inderdaad een zeilboot. Ja, dat is wel fucking tof. Dan moet je een foto sturen. Zet ik dat in de vlog. Er komt nu een zeilboot! Nu. De enige echte beheerder van een zeilboot. Eigenlijk moet je gewoon een keer met zijn. Hey! Oh! Oh! Oh, nou is de krukus er nu gallen! Fuck dit, jongen! Te laat, vriend. Had ik sowieso die MLG editing gedaan. Waarom speel je niet met Feyenoord? Omdat ik de vorige keer met Feyenoord ging mis tegen jou. Nee, dat is niet waar. Nee, jij speelde toch niet met Feyenoord? Jawel! Toen zei ik, wat is er goed is om Feyenoord? Nee, toen speelde je tegen Melvin. Ja, tegen Melvin, ja. Ja, die was wel goed. Dat is altijd FIFA Melvin. Goed zo. Oh. Wat doe je? Even stofjes eraf halen. Ik deed niks. Leg maar uit. Doe maar sollicitatie. Ik wil graag bij Dagelijks AD komen. Omdat ik heb er heel veel zin in. En denk dat ik wel de nieuwe Dagelijkse D'er kan worden. Ik heb wel potentie op YouTube. Wat is je leeftijd? 12. Filmpjes maak je? Ja, ik wil gaan starten met Minecraft filmpjes, maar ik heb nog geen Bandicam kunnen downloaden. Want? Ja, ik kon alleen een Hypercam krijgen nog, maar die werkte niet goed. Oké. Okay. Dus ja, ik denk dat ik het wel kan. Ooit met Dixtery geprobeerd? Nee, nooit gedaan. Ken je dat niet? Nee, ik ken het helemaal niet. Oké, dat maakt niet uit. Nee, ik ken helemaal niks. Hey, maar wat wil je naast Minecraft nog doen? Niks. Van Minecraft en vlogs een keer, elke dag van mijn leven, dat ik naar school ga. Oké, leuk. Ja, vind je het leuk genoeg voor Dagelijks AD? Ja, nou, we hebben nog wel een paar... Wat is je leeftijd? 12. Je ziet er ouder uit. Ja? Ja. Dat hoor ik nou nooit. Nee? Nee. Wat voor niveau doe je dan? Ik doe LWO. Oh. Maar je bent 12? Ja. Oh, ik zit groep 8. Ja, vergeten, maar ik heb mijn CITO niet gehaald. Oh, dus nou moet je hem overnieuw doen? Ja. En doe je al LWO? Ja, dat doe ik ernaast. Het is hard leven. Oké. Okay, maar ik upload niet zoveel, ik heb nooit zoveel tijd. Al die huiswerk en zo, topo leren. Ja. Heb je ook een vriendin? Ja. Drukker zeker dan? Ja, heel druk. Ik zie die wel één keer per week op school. Oké. Okay. En dan zeggen we wel eens hoi. En? Ja, is wel leuk. Wat is haar naam? Ja, Gerda. Ja. Gerda heet ze? Ja, klopt. Ik dacht dat ik al zoiets wist namelijk. Maar, oké, hoe oud is zij? Zij is 9. Oké. Okay. En hoe vaak wil je uploaden bij DHD dan? Elke week 4 keer Minecraft tutorials. Over? Over hoe je dingen kan oppakken en hoe je skin maakt en hoe je het beste kan killen. Beste KD en zo. Doe eens een voorbeeld. Hoe zou jij dan uitleggen hoe je koeien het beste moet killen? Dan moet je een zwaard maken van hout. Mm-hmm. En dan moet je gewoon slaan. Oh, oké. Okay.
Ik snap niks van dit game, joh. Oké, je moeder komt je zometeen weer ophalen. Ja, is dat 5 uur? Ja. Oh nee. Dus bedankt voor je auditie. Ik denk dat het wel was, hè? We gaan ons best doen. Okay, we gaan even kijken wie er nog meer meedoet en dan sturen we jou de rekening. Ja, dankjewel. Oké, de reiskosten worden niet vergoed, hè? Dus waarom niet? Tegen je moeder ja, mijn moeder is rijk. Oké, je bent aangenomen. Yes! Nieuwe dagelijkse ideeën. Ik vind het altijd leuk. Rondjes draaien in vlogs. Jullie hebben net gekeken naar de auditietape van Matty. Ja. Ik ben aangenomen. Ja, feest dit. Maar laten we elke maandag om 4 uur Gouden Cup Challenge doen. Ja, dat vind ik wel leuk. En dan doen we elke vrijdag om... Moet je 5 doen? Ja, dat is goed. 5 uur. Ja, 5 uur. Hoe noemen we dat? Het moet een beetje alliteratie zijn, weet je wel. Hoe gaan we het noemen? Ja, 2 keer hetzelfde letter. Dat lijkt me wel leuk. Iets een FIFA... FIFA fuck. Nee, FIFA ja. Frietjes. FIFA Friday! Ja! Ja! Maar het is al vrijdag! Ja! Oh! Oké, dan hebben we dat gesetteld. Elke maandag en vrijdag gaat hij dan even... Nee. Oké, dat is flauw. Ik ga met Matty een vet spelletje doen. En misschien, als je dit ziet... En je ziet... Waar zijn de kaartjes? Hier? Ja. En je ziet dit. Dat je denkt van... Oh! Dit gaan we doen. Wat ben ik nu? Een leeuw. Dus, wij gaan dit spel even, gaan we even doen. Ik zet de camera even op statief. En dan gaan we proberen gewoon even 1 keer gewoon even kijken hoe jij in dit spel bent. Ja? Ja. Oké. We zijn wel overbelicht. Oké, daar zitten we dan. Met de kaartjes en hoofdband. Die ja. krijg ik zo op. Maar dit is een beetje kut. Dus ik doe gewoon de ding af. Hoppakee. Zo. Hoe vinden jullie mijn haar? Ik heb 3 weken niet gedoucht. Dus vandaar dat het een beetje door de war zit. Oké, daar gaan we. Indianen toetje. Als je eentje hebt gepakt, dan moet ik even het schermpje omdraaien. Anders kun je natuurlijk in het schermpje zien wat je bent. Ja, nou, dat kan ik nooit lezen, man. Oh, je ziet een plaatje, hè? Ja, dat kun je zien, ja. Nou, dat is niet eerlijk. Oké. Maar die moet ik die op jouw hoofd doen? Nee, je mag eentje voor jezelf of voor mezelf. Ja, dan moet jij... Dus je niet kijken. Ik heb wel deze. Oké, niet kijken nog. We moeten zo doen, toch? Ja, oké. Ogen dicht. Schermpje om. Ja, ogen dicht mag ook. Oké. Maar ik ga niet helemaal mijn ogen dicht doen. Ja, even wachten. Doe het schermpje mee omdraaien. Zo. Wacht even. Pieter komt binnen. Hoi Pieter. Hi. Hey. Wat ben je aan het doen? Pak een drink, want ik heb geen internet meer. Heb je geen internet? Ik heb geen internet. Huh? Heb jij nog internet? Nee. Waarom denk je dat we deze spelletjes doen? Kut. Geen internet meer. Internet. Dat was je hier nu mee, je internet. Oké, ik zie iets in de... Oh shit, ja, je zag iets. Oh nee, ik zag niks. Oké, dan moet je heel even je ogen dicht doen. Ik moet even mijn beeld goed zetten dan. Ja. Ik heb mijn ogen closed. Met de kant. Ja, zo is perfect. Mag ik moet jij er nou in pakken? Ja, ik moet er nu in pakken. Oké. Welke wil je? Doe maar die. Ja? Niet kijken, hè? Niet kijken. Oh, laat even van de camera zien. Oh ja. Niet kijken, hè? Nee. Nee. Ja, ze hebben het vast wel gezien. Ja? Oké, dus ik ben dit. En ik ben deze. Wie begint? Zeg maar. Is het ons de beurt een vraag of zo? Ik snap het hele spel eigenlijk niet. Je moet ons de beurt een vraag stellen. Ja, en je mag alleen zeggen ja of nee. Ja of nee, oké, toch wel. We kunnen ook ons de beurt doen. Ons de beurt elkaar vragen stellen. In plaats van dat jij constant vragen stelt. Ja, dat doen we dat. Vind ik wel leuk. Ja? Oké. Zal ik beginnen? Begin jij maar. Ben ik eetbaar? Ja. Klopt. Ben ik eetbaar? Ik zou het niet doen. Oké. Ben ik hard? Nee. Ben ik een dier? Ja! Yes! Ben ik flubberig? Niet echt flubberig. Nee. Nee. Zou ik eerder zeggen nee? Nee, oké. Als jij dit flubberig vindt, dan gaat het niet goed. Ja, ik weet niet. Heb ik 4 poten? Op dat plaatje niet. Maar ik zal even denken. Voor mij heb je wel 4 poten, man. Ja? Voor mij wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik wil best googlen, maar dan kun je meekijken. Nee, ik doe wel dicht. Google jij maar. Ik kijk okay. Wel niet. Okay. Net als met je Akinator. Ja, inderdaad. Is 7 boven de 40, ja. Oh, ja, oké. Okay. Ik heb het gezien. Ja? Kan ik niet zeggen? Het is hoeveel zijn? 4 poten, zei ik. 4, nee. Nee? Nee. Nee. Oké. Niet 4 poten. En vind jij mij lekker? Ik vind jou geil, jongen. Dankjewel. Ik vind jou heel lekker. Ja. Jij vindt het lekker? Ik vind het wel lekker, ja. Je vindt mij lekker, oké. Ja. Ben ik een... Nee. Ben ik een... hoe heet die diersoort ook weer? Ben ik een zoogdier? Weet ik? Waarom vraag je dat als een kutvraag? Hoezo is die kut? Wat is een zoogdier? Ja, geen... Een koe of zo. Geen insect, geen reptiel. Oh zo, nee, dan ben je geen zoogdier. Nee? Nee, je bent geen zoogdier. Ben ik duur? Ben ik... Nee, wacht. Ben ik duurder dan 5 euro?
Nee. Nee. Nee, ik ben niet duurder dan 5 euro. Ja. Ben ik een insect? Ja. Yes! Doe je mij in de koelkast? Nee. Ja, wat nou nee? Ik ben een eater, dus dat telt toch? Nee, ja, okay. Ja, dat zou ik niet doen. Maar je keek me zo aan van... Dat weet je toch wel. Nee, sowieso niet. Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Ben ik heel klein? Gewoon echt kleiner dan mijn vingerkootje? Ben je kleiner dan je vingerkootje? Ja. Nee, je kan me kopen in de supermarkt? Ja, dit niet echt. Maar eigenlijk ook wel. Maar what? Nee, ja, je kan het op zich... Ja, je kan het kopen in de supermarkt. Ja, laat het daarop houden. Ja. Oké. Okay. Dus, ben ik groen? Op het plaatje niet, maar normaal ben je ook niet groen, nee. Ik zeg echt kutvragen te stellen. Ja, maar ben ik vlees? Je bent geen vlees. Ik ben geen vlees. Nee, dat was te kopen in de winkel. Ben ik, heb ik vleugels? Ja! Heb ik vleugels? Ja! Serieus? Ja! Yes! Yes. Oh my god, dat is fucking goeie. Ben ik wit? Op het plaatje niet, maar je kan wit zijn. Okay, dus ik kan wel wit zijn, oké. Okay. Ik kan wit zijn, ja. Als ik iets gok, ben ik dan verloren of wat? Mag gewoon nee, zeggen? Nee, je mag het vragen. Ben ik een vlinder? Zeg fuck jou, ja, je bent een vlinder. Yes, dit is echt een kutvlinder. Oh my god. Je moet nog doorvragen nu, kijk of ik kan raden. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel man. Ja, nou dan komen de vragen. Ja. Ben ik groente? Nee. Ben ik fruit? Nee. Ben ik sexy? Nee. Je vindt mij lekker hè? Ik vind jou wel lekker ja. Ja. Maar dan weet je toch? Eet je mij dagelijks? Ik eet jou niet dagelijks. Wil je een hapje? Een likje eerder. Ben ik een ijsje? Ja. Oh! Maar leg je dan niet in de koelkast, dan smelt hij. Ja, dat moet je in de vriezer doen, ja. Ja, en hij is ook niet flubberig. En nee. Je kan niet echt, dit kan je niet in de supermarkt kopen, maar ijsje wel. Maar ja, wit kan inderdaad ook. Ja, nee, klopt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik deed het samen met Mattie. Ken je Mattie nog niet? Check dan zijn link in de beschrijving. Ik zou zeggen, druk op het duimpje omhoog. We gaan binnenkort een kleine Milan en Enzo deel 2 gaan we maken. Ik zeg we, want ik hoop dat waarschijnlijk Enzo mee kan doen als hij tijd heeft. En anders doe ik het gewoon alleen, want ik heb nog super veel materiaal. En dan zal er een deel 3 komen samen met Enzo. Ik zie jullie graag de volgende keer. Bedankt voor het abonneren, bedankt voor het liken. En tot, doei. Doei. Dagelijks HD. Dagelijks HD.